Philippe Cocu stond voor het eerst sinds zijn rugoperatie in maart weer als hoofdcoach op het veld. Achter hem zagen we Mark van Bommel. Hij is toegevoegd aan de technische staf vandaag tijdens de eerste training ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Meer bekende dan nieuwe gezichten. Er was eigenlijk maar één nieuw gezicht. Hij, doelman Remco Pasveer, overgekomen van Heracles naar PSV. Nou, dit is een topploeg, een topclub. En dat zie je in alles. En voor mij een mooie kans om een mooie stap te zetten en om prijzen te gaan winnen. En dat is het doel om hier te zijn. En ook om te kijken waar je plafond ligt? Ja, dat sowieso. Ik denk als je sporter bent, dan ben je altijd aan het zoeken naar het hoogst haalbare. En daarvoor ben ik ook hier. En je wil proeven aan de sfeer waarin alles uit de kast wordt gehaald om te presteren. En het moeten presteren. En dat is ook iets waar ik heel graag naartoe wou. En daar zitten we nu. Dan kom je terecht bij een club die ook een van de meest talentvolle jonge keepers van Nederland onder contract heeft, Jeroen Zoet. Dan weet ik wel, keepers zeggen altijd, ik ga voor de hoogste plaats, ik ga voor een basisplaats. Hoe verhoudt zich dat, die ambitie? Nee, dat zeg je goed, je gaat voor het hoogst haalbare en iedereen wil spelen, dat is logisch. En een gezonde concurrentie is, daar is niks mis mee om elkaar alleen maar beter te maken. En we zullen zien hoe het gaat lopen in de voorbereiding. En ik zal mijn stinkende best doen om in die goal te gaan staan. En dan zal de keuze altijd aan de trainer blijven. De groep was nog redelijk klein vandaag. Een aantal spelers ontbrak wegens WK-verplichtingen. Arias, Ruiz, Wijnaldum, Memphis Depay. Een nieuw gezicht dus, hij, Remco Pasveer. En ook Marcel Rietsmaier is teruggekeerd bij PSV. Voor de rest nog geen nieuwe aankopen. Op transfergebied is het nog een beetje stilletjes bij PSV. Ja, ik denk dat dat meer te maken heeft met een WK. Wat heel veel aandacht vergt en veel spelers en ook veel mensen uit het voetbal actief zijn. Ik merk dat met name collega's in het buitenland ook eerst vakantie vieren. Dus het is inderdaad nog wat rustig. Dus het doel is wel om het niet bij één versterking te laten. Ik vind het lastig om in deze fase op naam in te gaan, dat zul je begrijpen. Maar de doelstelling is inderdaad om in elke linie een echte versterking erbij te halen. En ik hoop afzienbare tijd de eerste daarin te kunnen presenteren. Heb je het gevoel dat de hele carousel pas later gaat draaien, ook met het oog op dat WK? Ja, daar ben ik van overtuigd. Je zag vorig jaar dat het heel vroeg begon, zeker bij PSV. Nu is het zowel met belangstelling van spelers bij PSV als in het internationale, is het allemaal nog wat rustiger. En ik denk voor een goed oplettend PSV-liefhebber, en dan zal het vizier wat ons betreft gericht zijn op spelers die niet in Nederland spelen. Hoe is de status nu rond Zakaria Bakkali? Ja, een beetje algemeen bekend denk ik. Ik ben met name bezig geweest om zijn contract te verlengen vanaf november denk ik. Dat is in eerste instantie goed overleg gegaan. Daarna is hij van zaakwaarnemer gewisseld. Nou, dat zijn goed recht en daar heb ik geen probleem mee. Daar heb ik inmiddels ook een aantal keren mee gesproken. Alleen, ik vind wel dat een jonge jongen van zijn leeftijd en het perspectief dat wij hem hebben geschetst, de aanbieding die wij hebben gedaan, duidelijkheid moet geven. En tot die tijd heb ik met hem en zijn zaakwaarnemer afgesproken dat hij tot die tijd gewoon bij Jong gaat trainen. En dat kan eigenlijk tot twee dingen leiden. Of hij tekent bij of hij gaat naar een andere club. En dan zal er dus een transfer plaatsvinden. Heldere taal van Marcel Brands over de status van Zakaria Bakkali. Transfers van PSV wachten dus eigenlijk op het einde van het WK. Een wereldkampioenschap in Brazilië, maar met name Jorginho Wijnaldum en vooral Memphis Depay furore en indruk maken. Hoe kijkt Brands daarnaar? Is heel lastig. Eigenlijk zit je van de ene kant met een oranje shirt aan en supporter van het Nederlands elftal. Ik heb natuurlijk een hele goede band met Louis altijd gehad en nog steeds. Je ziet je eigen jongens daar. Memphis doet het uitstekend. Het is wel zo dat er verder nog geen enkele club zich gemeld heeft of dat soort dingen. Dus daar maak ik me dan nog maar geen zorgen om. Magini is in ieder geval zover dat we met hem overeenstemming hebben bereikt over een contractverlenging. Die zal hij na het WK gaan ondertekenen. Maar over de hoofdpunten hebben we nu een akkoord. En de juristen zijn nu het allemaal netjes op papier aan het zetten. Maar daar ben ik wel heel erg blij mee. Goed nieuws dus wat Jorginho Wijnaldum betreft. Het voetbalseizoen is ook voor hen, de fans, weer begonnen.